achter komt de beroemde presentatrice Ellen op het spoor van Pinocchio. Vanuit haar kindertijd is ze gefascineerd door het Pinocchio-verhaal. Afgaand op de geruchten dat dit verhaal een oorsprong heeft in de echte wereld, ontdekt Ellen vandaag de dame Pinocchio. En nog wel in levende lijf. Gelukkig is het hart van Pinocchio nog jeugdig en jong genoeg om haar levensverhaal te vertellen aan de buitenwereld. Vandaag bent u getuige van een zeer uniek en toch wel bizar verhaal. Wie is Pinocchio en wat heeft ze met het Pinocchio-verhaal te maken? Klopt dat bekende Pinocchio-verhaal eigenlijk wel? Of is het gebaseerd op het Pinocchio-verhaal? U komt het vandaag hopelijk te weten.